Het was een grillige eerste trainingsdag in San Pedro del Pinatar in Zuid-Spanje, waar FC Twente deze week een trainerskamp heeft belegd. Hakim Ziyech, de spelmaker, is namelijk niet langer de aanvoerder van de club uit Enschede. In een interview met de Volkskrant veegt hij de vloer aan met de trainer en een groot deel van de selectie. En dat is de clubleiding in het verkeerde keelgat geschoten. En dus is Felipe Gutierrez nu de nieuwe aanvoerder. Ja, trainer, trainingskamp begonnen. Hoe was het gemoed vandaag? Ja, goed. Ja, serieus hoor, want er is nog wel wat gebeurd. Ja. De aanvoerder heeft zijn band moeten inleveren. Heeft dat niet zijn weerslag op de groep? Ja, je kunt ook de vraag stellen of dat van tevoren al niet zo was. Was dat zo? Dat weet ik niet, dat moet die jongens vragen. Nou, wat heb jij gemerkt in de groep? Ja, direct niet heel veel bijzonders. Natuurlijk is dat wel besproken met de spelers onderling. We hebben er ook wel wat over gehad, hoe dat leefde. Maar goed, we hebben daar niet hele grote dingen uit kunnen halen. Wat doet het met de trainer? Want je bent de koffers aan het pakken. Je denkt, vol goede moed richting Spanje. Je kijkt het weerbericht er nog even bij na. Je denkt, ja, dat wordt een mooie week. En dan ligt in één keer de Volkskrant op de mat. En dan, wat denk je dan? Ik had er geen abonnement op. Maar je hebt het wel gelezen? Ik heb het ondertussen wel gelezen, ja. Ja, goed, ik bedoel, daar staat er en uiteindelijk is er vanuit de club besloten om deze maatregel te nemen. En dat zegt denk ik voldoende. En dan, ja. Daar kun je het ook beter bij laten, denk ik. Maar was dat ook jouw beslissing? Ja, maar anders dan komt er niet achter staan. Nee, ja, het kan ook zijn dat het van hogerhand is opgelegd. Nee, maar goed, uiteindelijk een gezamenlijke beslissing genomen. Daar sta ik, net als iedereen, sta ik daarachter. Nou, wij merken in ieder geval dat het een beetje invloed heeft op de sfeer hier. Het kan misschien ook aan het weer liggen, wat misschien beter was voorspeld. Wat merk je daaraan dan, dat invloed heeft op de sfeer? Nou ja, er hangt een beetje een sfeer van, er is wat gebeurd vandaag. Ja, dat zou kunnen, ik weet niet waar je dat op merkt. Nou ja, dat is misschien in mijn gemoed, misschien heb ik wel slecht geslapen vannacht, dat kan het ook meespelen. Maar goed, laten we het over deze week hebben, want je bent hier natuurlijk met een doel. Ja, uiteindelijk is het doel om ons zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. En de eerste moment waarin dat te meten is, die is volgende wedstrijd in de competitie tegen Heracles. Ja, heb je het gevoel dat deze groep zich kan handhaven in de tweede seizoen zelf? Of moet er echt wel wat gebeuren? Ja, dat kan zeker wel met deze groep. Alleen dan zullen er wel een aantal dingen natuurlijk moeten veranderen. En dan vooral in de manier waarop wij te makkelijk de goals tegen krijgen. Ja, is het ook een moeilijke periode zo voor jou vandaag? Je wilt zitten helemaal niet te wachten over Ziyech, daar ga ik even niet meer over beginnen. Maar er gaat natuurlijk wel wat gebeuren nog deze maand. Daar hou je wel rekening mee, denk ik. Ja, die kans is aanwezig en je weet dat het ook elke dag kan zijn. En ja, dat is alleen maar een kwestie van het moment afwachten dat er iets gebeurt. Anders kun je niet. En voor de rest moet ik mij hoofdzakelijk bezighouden met de groep die hier nu is. En die zo optimaal mogelijk prepareren in alle opzichten voor de tweede helft van de competitie. En als er ondertussen wat gebeurt, ja, nou, dan moet je daar weer op inspelen. En dan moet je daar weer goed mee omgaan. Ja, mogen we op korte termijn al iets verwachten? Dat is uiteindelijk aan Ted en niet aan mij. Ja. Waar liggen nou de accenten op deze week? Is dat met name het duel tegen Heracles? Of kijk je ook al heel veel verder dat je misschien wel iets anders gaat doen in de tweede seizoen zelf? Ik denk maar hardop, misschien een keer een ander systeem of heb je dat onder de kerstboom bedacht thuis? Nou, dat is wel mooi, de kerstboom. Hè? Dat zal wel iets anders zijn, ja. Toch? Nee, ja, goed, dat zijn allemaal opties die wij deze week ook gaan bespreken met onze staf en ook met de spelers. Of we daarin allerlei andere dingen moeten gaan doen. Maar goed, we moeten natuurlijk, het belangrijkste is alle facetten, zowel het fysieke, maar ook het technisch-tactische. De spelers mentaal natuurlijk niet te vergeten. Dat we die spelers zo optimaal mogelijk voorbereid krijgen op de tweede helft van het seizoen. En ja, de eerste wedstrijd is daar wel heel belangrijk in. Maar uiteindelijk zijn er nog 17 wedstrijden te gaan. En dat is wel. Wel iets dat je niet alleen maar naar de eerstvolgende moet kijken in dat opzicht. Maar uiteindelijk kan de eerstvolgende wel heel belangrijk zijn voor het vervolg. Nou, veel succes en veel plezier deze week. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Of Hakim Ziyech hier in Spanje ook nog zal genieten deze week valt te bezien. Alles wijst erop dat hij op korte termijn zal vertrekken uit Enschede. We hopen hem morgen even voor de camera te halen, maar hij reageerde vanavond al even via social media. Liever eerlijk en gehaat dan achterbaks en geliefd. Was getekend Hakim Ziyech.